12:15 geworden. Dus tijd voor Jan Willem Bos. En het volgende gedicht wat ik aan u wil voordragen heet Happy Hour. Wij spraken altijd af tijdens Happy Hour in het café. Maar de regering zei, Happy Hour, nee. Hoe moeten wij elkaar nu ooit ontmoeten? Moeten wij weer als wilde gaan zoeken? Zonder Happy Hour voel ik geen band meer met jou. Zonder Happy Hour voel ik geen trouw. Waarom mag ik niet samen met jou voor een lage prijs me laten volgieten? Dat mag toch zeker wel. Wij zijn toch zeker geen mythen. Ik wil dronken worden. En dan zinloos in slaap vallen. Zonder harde klappen of knallen. Maar zonder happy hour is het niks meer. Maar zonder happy hour is het ook niks minder. Wij blijven genieten. En wij blijven ons volgieten. En tot zover het romantische gedicht bij Rijnstad FM. We waren even live bij aanwezig. Heb je alweer een volgende plaat scherp staan voordat we het... Nou, ik word er altijd een beetje emotioneel van. Hè. Het trekt me toch even aan. Even tot rust komen. Eventjes tot rust komen, ja. Zo, nou, dat is gebeurd. Ja. Nou, dat was lekker, zeg, hè. Dat was nog eventjes dolle pret, hè. Jan Willem Bos op de radio is toch altijd een item waar heel veel mensen op zitten te wachten. Ik sprak laatst een luisteraar. Ik zeg, waar luister je nou echt naar? Hij zegt dan, nou natuurlijk naar Erik van Vliet en Jinky Liem. Maar wat ik nog eigenlijk heel speciaal vind, is Jan Willem Bos. En ik zeg, ja, waarom vind je dat al zo leuk? Zegt hij, ja, dan ben ik altijd stom dronken. Dus, ja, dat is eind van de avond, hè. Toen was ze nog happy hour. Ja, toen was ze nog happy hour, ja, dat mag niet meer. Dus, nee, hebben wij nog een lekker plaatje. Ik heb zin om een heel slijmerig plaatje te draaien, kijk. Kom maar even mee. Kijk, we hebben hier natuurlijk... Bluff, dat is een groep die ik al heel lang geleden ontdekt heb. Maar ook de Bengels, ja wel kijk, de Bengels, vorig jaar ontdekt. En ik geloof dat een hit wordt, hè. Dat wordt echt een hit. Kijk. En waarom wordt het een hit? Waarom het een hit wordt? Ja, waarom wordt het een hit? Ik zeg dus, waarom wordt het een hit? Ja, waarom wordt het een hit? Dat is een goede vraag, ja. Niet te verwarren met de Bengals natuurlijk, maar ja, het is niet genoeg, het zijn gewoon de Bengals. Het is beter. Nummer 5 van de cd, weg van haar, de cd voor altijd. Het is niet genoeg. 27 februari 1998 is alweer zowat ten einde. En ik zat even op de kalender te kijken, maandag, dan zijn we alweer maart. Niemand heeft gezien wanneer ze weg zijn gegaan. Zij is weg van hem.
kunnen nog net één plaatje draaien hier bij Lekkere Weekend. En dan is het alweer tijd om afscheid te gaan nemen met onze alom vermaarde bedanklijst. Tot die tijd, een oudje van Madonna. Mag even hoor.